Goedemorgen, wat leuk dat je kijkt naar de 8e weekvlog alweer. Het is nu maandag en het is nu 8 uur. Ik lig nog in bed. I know, ik zou 7 uur opstaan ontbijten. Maar ik heb zo fucked up geslapen. Ik kon gewoon niet in slaap vallen. En toen sliep ik pas om 2:30. En toen kon ik echt slapen. En mijn wekker die ging om 7 uur. Toen heb ik hem gewoon een 1/2 uur later gezet. Want ja, weet je, ik vind slaap best wel belangrijk. En ja, vanavond ga ik ook best wel laat slapen. Want ik moet even nog wat dingetjes doen voor mijn stage. En even alles afmaken, want het moet zondag af. Dus dat moet ik even deze week hebben gedaan. Ik moet ook nog rekenen. Daar heb ik echt zo geen zin in. Maar het moet. Dus ja, het is nu. Het gaat wel op zich om hoe lekker weer het is. Ik voel me echt. Het lijkt net of ik misschien maar 2 minuten heb geslapen. Zo voelt het. Maar ik ben wel vrolijk. Dat is wel chill. Ik slaap slecht, maar ik ben vrolijk. Goeie, dus ik ga zo even mijn kleren uitzoeken. Ik heb een beetje idee wat ik aan wil. Gewoon een zwarte broek, zwarte schoenen, zwart shirt, groene jas. Daar heb ik echt een hekel aan. Hè. Ik heb zeg maar die sweaters, die bordeauxrode en die zwarte. Maar aan die jas, die groene jas, het klittenband. Dus elke keer als die aan mijn trui blijft zitten, wil ik hem afhalen. Dan blijven allemaal van die... puntjes zitten, zeg maar, van die draadjes. Dat vind ik zo haatvol. Ugh. Maar ik ben wel vrolijk nog vandaag, dus yeah. Dus ik ga zo lekker naar beneden. Ik ga even me omkleden en ontbijt even snel maken. En dan zie ik jullie zo weer. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag en ik ben op stage. Het is nu 3 uur. En ik ga even kijken hoe het was. Ik mag dit gaan doen. I like it. Ik mag alles gaan opruimen. Oh. Wat wel zo is. Er zit nu een barst in mijn telefoon. Maar kijk. Zo fucking raar. Dus ik ga dit even opruimen. Ik lig in bed. Het is nu 11:30. En, of nee, ik lig 11:50. Ik heb mijn pyjama aan. Mijn mooie geus shirt. En mijn dekbed. Ik heb morgen nog een stagedag tot 5. En daarna heb ik afgesproken met Ray om even aan het stageverslag te werken. Super tof. Ik ging net met hem FaceTime, het was super gezellig en zo. Dus toen liep hij zeg maar vast met FaceTime. En ik had mijn camera zo en zei: ik lijk net of ik aan het vloggen ben. Dus ik hoop dat jullie tot nu toe een leuke vlog vonden. Vinden. En ik heb zo ontzettend zin in feed. Zaterdag. Oh, als deze vlog. Ja, feed komt in deze vlog die jullie nu zien. Bam. Die ga ik met mijn spiegelreflex filmen. Bam. En de stukjes met de YouTubers ga ik met mijn telefoon filmen. Omdat het. Of nee, weet ik eigenlijk niet. Ik moet nog even kijken hoe ik dat ga doen. Want ik kan mezelf niet zien natuurlijk. Dit is best een shot. Ik vind het echt leuk. Dus ik ga lekker slapen. En dan zie ik jullie over een paar secondjes. Goedemorgen. Het is vandaag woensdag. Ik ben onderweg naar de metro. Want ik ben net klaar met mijn stage. Het is nu ongeveer 4:15. Ik moet nu Renor op gaan halen bij station. En daar. En het regent. Fucking erg. Ik ben gewoon al helemaal doorweekt. Ik ben eens 2 minuten de deur uit. En ik ben nou al helemaal doorweekt. Ik wil het nu horen en zien. Hallo guys. Dus ik loop nu naar de metro. En dan gaan we even naar de Albert Heijn. En zo en dat soort dingen. En dan gaan we daarna naar mijn huis. Om een stage ding helemaal af te ronden. Ik ben nog niet klaar met stage. Maar we moeten ons verslag zo morgen gaan leveren. Dus dat gaan we nu even zo meteen bij mij thuis doen. Even
de laatste puntjes op de i zetten, laat ik het zo zeggen. Dus, maar ik ga ophangen, of ophangen. Ik spreek jullie zo weer, want mijn oortjes die vallen uit en best koud. Dus doei, tot zo. Ik ben dus weer een tijdje thuis en ik heb heel weinig gevlogd vandaag. Ik heb vooral heel erg gezeten aan mijn bewijzenmap voor stage. En dat moest ik af hebben. Want morgen moet ik het inleveren. Renor is trouwens ook net weg. Die heb ik een beetje geholpen omdat ik het af had. En dat moet ik alleen nog een beetje doen. Ik ben zo weer een tijdje thuis en ik heb heel weinig gevlogd vandaag. Maar zoals jullie het laatste shot konden zien, was ik onderweg naar huis aan het lopen. En toen moest ik nog een keer een uur wachten op Renoir, omdat hij... Er was iets. En bij de Albert Heijn heb ik deze gekocht. Ik had er zo'n zin in. Dit zijn gewoon die Maltesers of zo. Hier had ik zoveel zin in. Dus die heb ik gehaald en appelsap vanmorgen. Zoals ik net al zei, Renoir is net weg. We hebben de hele tijd aan ons bewijzenmap gezeten die morgen af moet. En ik probeer wel meer te vloggen. Maar soms lukt dat gewoon echt niet. Ik heb ook heel veel zin in feed. Omdat ik denk van, oké, weet je, dit zijn niet echt hele leuke beelden, zeg maar. Maar als ik op feed ben of zo, dan film ik meer. Want dan heb ik ook meer speling, zeg maar. Want dan worden de vlogs ook niet zo echt een half uur of zo. Daar heb ik ook geen zin in. Dus morgen ga ik even naar school. Daarna ga ik naar de stad met Ray. En dan om even een outfit te kopen. Outfit te kijken voor feed. Ik heb misschien al een plan B. Ik heb al een plan B. Maar ik wil ook een plan A hebben. Omdat het plan B is gewoon simpel. En ik moet er dan wel de hele dag mee lopen. In een warme zaal. Het was ook niet heel erg fijn. Want vorig jaar had ik mijn tropical shirtje aan. Die ik ook bij de QCA's aan had. Dus ik moet nog even kijken. En anders doe ik gewoon een blouseje met een sweater. En met een broek. En schoenen. Maar ik zit te denken. Want ik heb ook... Of ik doe een t-shirt. Ik weet het nog niet. Ik moet nog even kijken of ik morgen wat kan vinden. En dan laat ik het jullie natuurlijk weten wat ik heb gekocht. En dan vrijdag ga ik naar de markthal met Ian. En dat heb ik trouwens nog niet echt gevlogd. Maar ik neem dan denk ik ook mijn spiegelreflex mee. Omdat ik vrijdag in de ochtend met Masha heel vroeg foto's ga maken. Dus dat is chill. Die gaan me helpen bij mijn intake. Dus dat is wel chill en super lief van Masha natuurlijk. En dan zaterdag is feed. En in de avond een etentje met Jamir. Ruby, Elisha, Larissa en Kiara en Sylvana. Dus ja. Sorry. Dus ja, ik zie jullie zo weer. Goedemorgen, het is vandaag donderdag. En ik wil Temptation kijken. En dit is het nu, is hij nu aan het doen. Het is nu 8:30. 8:30 begint Temptation. Dit is nu mijn tv aan het doen. Hij is nu iets aan het downloaden of zo. Proces, ontvang data, bla bla bla. En weet ik voor wat. Hij is nu zit op 70%. Het is nu 8:30 al. Kijk. Ik weet niet of jullie het heel goed zien. Dit is hij dus nu aan het doen. Fucking KUT. Ik vind dit gewoon niet leuk. Oh, hij is nu op 78%. Maar ik zie het dan wel voor me dat hij het zo meteen weer niet doet. Nee, maar weet je, het is... Oh my god. Ik had het al veel eerder moeten doen. Want nu is het 8:30. Oh, ik ben weer te donker. Te licht. Oh, ik kan hier zo aan ergeren. Maar wat ik dus ga doen... Is, ik ga zo meteen even mijn camera opladen. Mijn spiegelreflex. Want ik ga morgen foto's maken met Masha natuurlijk. Dus daar moeten we wel wat voor hebben. Dus dat ga ik zo even doen. Mijn telefoon. Mijn camera even opladen. Want ik wil hem ook gebruiken voor feed. Ik denk dat ik de stukjes met de YouTubers met mijn telefoon ga filmen. Omdat het best handig is. Oké, guys, ik zit nu op 33%. Oké, dus dat ga ik morgen doen. Ik heb echt zin in het weekend. I like, yeah.
4%. En dan doet hij het eindelijk. Dus ga ik lekker Temptation kijken. Yeah! Temptation! Woep, woep. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag en ik loop in de stad. En weer zo'n hele domme waas erachter. Ik ben met Marcia foto's aan het maken. Marcia wil niet op camera, want ze loopt naast me. Marcia wil dus niet op camera. En we gaan foto's maken voor een intakeopdracht. Spreek. Dus ik ga weer. Doei. We zijn dus nu in Coolcat en ik heb wat leuke setjes uitgekozen. Die ik nu ga passen. En voor de opdracht voor school. Er zijn er best wel een hele hoop. Het zijn ongeveer best wel hele leuke items. Dit is trouwens wat ik aan heb vandaag at the moment. Dit blouseje. Met deze trui. Zwarte broek. En met deze schoenen. Echt super leuk. Ik heb er zin in. Ik ga nu filmen. Masha, ja? Setje nummer 1 komt eraan en ik ben ondertussen aan het vloggen. Bam! Kijk, zo ziet het uit. Leuk, hè? Maar ik weet niet wat ik moet vinden van die trui. Nee, hè? Maar het spijtje... Maar het spijkerjasje vind ik wel weer heel erg leuk. Op een of andere manier. Maar het is ook wel een beetje, ja. Het matcht totaal ook niet. Ik voel me ook gewoon niet. Mijn buik of zo er zit. Nee. Zo aan jouw gezicht. Dat is niet heel leuk. Als je deze haar gezicht zouden zien, dan zouden jullie echt geniaal vinden. Maar het is echt wel. Ja, ik heb wel gedaan. Een soort van foto gemaakt. Ja, ik ga de volgende passen. Ik ga weer het paskamertje in. Ah. Zo. Oké, doei. Outfit 2 is nu ook ready. En die ga ik nu ook aan Marcia laten zien. Marcia, ben je klaar? Ja. 3, 2, 1. Bam! Wow. Dit is outfit nummer 2. Ja, maar ik weet dus niet wat ik van dit moet vinden, omdat... Oh, kijk dan. Op zich, hij is wel leuk. Ik vind dat blouseje, dat lichte blouseje op dit zwarte broek, vind ik ook wel leuk. Alleen dit shirt, hoor. Ik weet niet. Even een foto maken. En dan ga ik me nu omkleden naar outfit nummer 3. En ook dit fitje ga ik aan Marcia laten zien. Dus... Masha, ben je klaar? 3, 2, 1. Het is leuk toch? Het is wel simpel, maar ik denk dat ik dan een zwarte vest of zo moet. Het ziet er wel leuk uit. Ja. En ook dit outfitje ga ik aan Masha laten zien. Masha, ben je klaar? Dit is zeg maar hetzelfde shirt, maar dan met iets anders. 3, 2, 1, bam! Marcia vindt het sowieso niet zo raar. Ja, maar als het bijvoorbeeld een zwart shirtje was geweest, en dan met zo'n, ja, met zo'n jasje erboven, oh, ik ben heel licht. Dan was het misschien wel leuker geweest. Wat zei je? Nee, geen contrast, hè? Nee. Oké, als je zou mogen kiezen tussen outfit 1, 2, 3 of 4, welke zou je dan het leukste vinden? Nee. Tweede? Met die gilet. Ja, met die gilet, hè? Dus een overduidelijke winnaar, outfit nummer 2. Ik sta dus nu bij de camera's te kijken en ik wil deze heel graag hebben. De Canon G7X. En die heeft ook een schermpje omhoog. En dat vind ik dan ook wel... Wacht even. Ja, die vind ik dan ook wel heel erg fijn. En hij werkt gewoon goed, maar hij is €480. Maar het is wel een camera die ik dan wel heel vaak ga gebruiken. Kijk, zo ziet hij eruit. Dus ik ga er nog even over nadenken, want ik wil hem wel heel graag aan gaan schaffen ergens deze zomer.
wat er dus net is gebeurd, we zijn dus nu in de V&D. En zoals je kan zien, is het helemaal leeg achter mij. Fijn. Masje heeft alles leeg gekocht. Ik heb gewoon niks meer. En net is mijn oplader weer stuk gegaan. Dus ik moet weer naar de Albert Heijn om een nieuwe te kopen. Is dat al 4 keer. Dus Albert Heijn, doe er alsjeblieft wat aan. Ik ben het gewoon kwijt. Bleef dus vastzitten in mijn telefoon. En ik ben kapot boos. Ik weet niet eens waar ik naartoe loop. Kijk. Allemaal helemaal leeg. En daar leeg. En Marcia wil nu op de camera, dus die ontwijkt het een beetje. Oh my god, het is echt super raar dat het dat gewoon helemaal niks meer is. Echt fucked up. Maar ik ga nu een nieuwe oplader halen. Want ja, skier Albert Heijn. Doei. Nala maakt selfies. Dit is een filmpje. We zijn in de klas Bombini aan het kijken. Geen hoofd dus. We weten iets van mooie dingen komen en ze gaan maar. Nu je zit maar niet veel dieper dan. Toen voor nu niet. Laat het over geen hoofd dus. We weten iets mooie dingen komen en ze gaan. We zitten in een markthal en Ines heeft een bad boy gehaald. Ze maakt nu een Tumblr foto. Zo maakt Ines haar foto's. Er staat niet zo'n comma, er staat gewoon 600. Mooi. En hier is Rena aan het drinken. En ja, we zitten weer in de markthal. Net als iedere vrijdag. Oh my god, we hebben gewoon een draaiende iets, een draaiend wiel in Rotterdam. Ik wil alsjeblieft niet zo dom praten. Wat zei je? Wil alsjeblieft niet zo dom praten met je dom, met je bier. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag. En we zijn bij Vee! Woe! We gaan naar Vee toe, we zijn bij de Westergas. Even outfit check. Outfit check, klaar, on point. En we gaan lekker naar binnen en we gaan YouTubers zien. Yeah! Yeah. Ik heb er zin in, Pep. Hoeveel zin doe heb jij water. Er? Nee, doe normaal. Op de schaal van 1 tot 10, hoeveel zin heb jij erin? 10. Dat bestaat niet, jawel. Ja, wel. Nou, we gaan jullie meenemen. En ik zie jullie zo weer als ik binnen ben. We hebben niemand hier of niets te weten. Niemand hier kan ons iets zeggen over ons. We staan in de rij. Woe! We staan in de rij. Hier. En we gaan nu met Jill, Monica en Dion op de Jill, foto. Jill, oh my god! Jill en Dion. Nee. Oké, doei. Doei. Nou, ik ben hier met Monica Geuze. Hoi, allemaal als vlog kijken, superleuk. En we hebben net een foto gemaakt. Ja, super. Dankjewel. Zie je nog. Dankjewel, doeg. Hoi, dus we zitten nu aan het water. En even lekker chocolade eten, want we hebben honger. En die tosti's zijn super duur bij Fiets. Ze zijn 4 euro voor een tosti. En er zat een hele lange rij. Dus dat gingen we doen, maar we hebben zelf chocolade meegenomen. En we zijn net op de foto geweest met Monica Geuze. Ja? Mm-hmm. Met Liana. Met Charlie. Tamara ofzo. Shirley Tamara. En met Kitty's Cupcakes. En met mij. Ja, Geuze. En we zitten nu aan het water. Superleuk. En dan is lekker aan het eten. Ja. Ja. Oh, heel lief. Ja. Kijk, lekker. Dankjewel. Alsjeblieft. Zit er nou nog iets? Ja. Kijk, dat goed.
alsjeblieft. Ik heb echt je voet eraan gehouden, heerlijk. Dankjewel. Alsjeblieft. Nou, ik ben hier met Linda en ze is vandaag jarig. Ja, 21, oh my god. Hoe voelt het nou 21? Ja, volwassen eigenlijk. Ben ik eigenlijk nooit, maar... Ja, ik ben dan weer 19 en dan bijna 20. Nou, dat is toch ook al lekker een leeftijd. Ja, dat klopt. Wat vervelende dingen in je lens. Ja, er zit zeg maar een barst in mijn telefoon. Oh, dus, ja, precies op mijn camera. Ja, nou ja. Oh, maar hallo kijkers. Je ziet hem nog meer. Wow. Oh, leuk special effect met de bubbels. Ja, dit zijn bubbelapparaten. Dus, en ik vind jou nog echt heel erg leuk. Dankjewel, super leuk om te horen. Hoe lang werk je ongeveer aan een vlog? We bewerken dit ongeveer een half uurtje. Ik doe altijd een uur. Oh ja, dat is maar net hoe je het bewerkt natuurlijk. Yeah. Maar dat valt allemaal wat bewerken in. Sony Vegas. Ja, ik Movie Maker. Ja, dan snap ik wel dat dat langzaam gaat. Ja, toch? Nou, leuk even gesproken. Ja, vind ik ook. Nou, ik ben met Alfredo en ik ben met Laura. Hey. En ik vind die vlog echt super leuk. Sinds wanneer vlog jij? Ik vlog al 2 jaar. Oh echt? Ja. Yeah. Jij doet het al een hele tijd dus. Wat leuk, hoe heet je kanaal? G by my life. Dus okay. J by my life. Zo goed. J en dan zal ik deze video wel naar jullie tweeten. Ja, doe dat. En jongens, allemaal even duimpje omhoog. En vergeet je niet te abonneren. Abonneren. Is goed. Heb je het leuk gehad hier? Ja, ik heb het hartstikke leuk gehad. Ja? Kom je trouwens ook naar de Dutch YouTube Gallery? Ja, daar ben ik ook. Daar ben ik ook dus bij. Een heel weekend. Oh ja, echt? Ja. Serieus? Ja. Wat tof. Te gek. Dan zie ik jullie daar. Doei. Doei. Van Amsterdam zit ik nu in de tram, metro, met een jarige Job. Jamira. En Sylvana is een ghetto buurt gewoon, volgens mij. Delft, hè? Ciara. En wat gaan we vandaag doen? Vertel. Poepen. En een oude schoen. En dan een pijpje lopen. We gaan naar, voor Jamira de verjaardag gaan we naar Happy Italy. We zien zometeen Ruby ook nog. Happy Italy. Waarom moet je zo'n beste man? Happy Italy gaan we straks heen. En ik heb alweer een lamme arm gekregen. Dus ik ga jullie... Wat is mijn woordje altijd? Ophangen. Eigenlijk hadden jullie toch met z'n drieën gelijk moeten zeggen. Oké, 3-2. Wat ga ik nu doen? Ophangen. Ik ga Sylvana ophangen, wilde jij zeggen. Aan haar vlechtjes aan tafel. Ik zie alvast nog geen haakje. Nog één haakje. En voel je jarig? Nee. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Nee, niet meedoen, nee. Wat ga je doen? Gefeliciteerd. Gefeliciteerd. Ja, mag ik? Ja. Ja, ik ga maar. Shit, man. Dit is zo raar. Dit is nog eens geleid. Hallo, ik ga wel gaan. Volgens mij is voor Jamira heel awkward. Ja, dit is heel awkward. Mooi, heel mooi, dank je. Nog mooier. Dankjewel, Sil. Ik heb het echt van, jongens. Ja. Ja.
Ik ben al 2 minuten aan het filmen. Giovanna, als je die tel hebt, kan ik hem zien. Hey, dit maakt me wel blij. Dat zou wel lekker zijn. Oh, maar nou ben jij niet meer in de spotlight. Nou is Giovanna is boven. Krijg je dit open, Jamir? Ze is bang. Dat is Dionys lievelingskeuken. Nou, Jamir. Ruud, jij bent echt erg. Roken. Ik zei, ik heb al geruikt. Ik vat hem niet meer hoor. Jammer. Oh, lekker man. Ik ben ook nog lekker naar zijn kant. Oh, zo die is. Oh, ja. Nee, helemaal niet. Ik doe niet in de. En dit waren de birthday presents van Jamira. Paroos. Dus we zijn in Happy Italy. En Giovanna heeft haar ballenbakkie gevonden. Dit zijn de pizza's. Ik heb pizza tonijn. Dit is Giovanna er, pizza. Salami. Cacao. Wat heb jij? Oh ja, ik heb nog een. Wat heb jij? Ja, wat heb jij? En wat heb jij? Larissa, wat heb jij ook? Hè? Yo, en jij hebt. Ik wil een foto laten maken. Jij hebt jullie really lekkere pasta van de vorige. Ja. Oh my god. Lang zal ze leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Hip de pip, hoera! Hip de hoera! Die was niet heel erg aardig net. Nee, ik zie niet wat. Kom in. Oh, Erwin. Oh. Oh my god. Zil. Laat het zien, Kiaar. Kiaar, laat het nog een keer zien. Oh, toen zijn ze wazen. Je moet naar het toilet. Ik ben dus alweer een tijdje thuis en ik lig nu in bed. Kijk wie daar ligt. Silly. De S van Silly. Hey. Hoi. Welkom bij de avondvlog. Woehoe. Ja, nu kan ik wel. Ik ga dus nu de vlog af voor een deel editen. Dat ga ik doen. Want ik wil alle stukjes wat terugzien. En morgen wordt niet zo'n hele boeiende dag eigenlijk. Ja, gewoon lekker chillen.
Ik heb trouwens mijn bandje van Viet nog om. Ik heb trouwens super veel zin in de Dutch YouTube. In de Dutch YouTube Gathering. En daar ben ik ook 2 dagen met Jamira. Dat is super gezellig. En ja. Sil. Ja. Kom eens omhoog. Kito, kito. Oh my god. Doei. Doei. Slaap lekker. Doei. Goedemorgen, het is vandaag zondag, the day after feed. En ik ben wakker geworden met Sylvana. En Sylvana is hier. En haar haar is zo on point. Het is wel nu bijna 12 uur. En ik moet nog ontbijten. Het is echt weg. Sylvana moet om 1 uur weg. Nou, minder dan 1 uur. Oké. Okay. Twerk. Is goed, ga jij maar lekker. Ik ben even door in het ziekenhuis. Sylvana, twerkles met Sylvana. Is goed, deur dicht. Goed zo, Sil. Sylvana is opgevlucht. En ik ga ook lekker naar beneden. Lekker in de zon. Het is wat later op de dag en ik zie nu de zon. En ondertussen zit mijn katje hier. Oh, ga je hem negeren met je zon? Joh. Hij zit lekker in de zon. Ik weet niet wat ik heb, maar ik ben echt zo ontzettend gaar van gisteren, Viet. Ik heb al de hele dag, heb ik gewoon lekker in mijn comfy kleding geleefd. Het is buiten, is het super lekker weer. Sylvana is trouwens ook al een tijdje weg en ze heeft heel netjes haar bed weer opgemaakt. Top. Dus, mijn moeder is nu Chinees aan het halen, want we gaan vandaag Chinees eten. Super lekker ook. Echt super veel zin in. En ik heb niet zoveel gedaan vandaag. Dus ik ben echt wel blij dat ik weekvlogs doe in plaats van daily vlogs. Want anders had deze dagelijkse vlog echt helemaal niet leuk uitgepakt voor jullie. Dus ik ben echt maar blij dat ik weekvlogs doe. Dag al 2 maanden. Dus super tof. Ja, ik ga heel even jullie vaarwel zeggen. En dan ga ik zo meteen het Chinese eten filmen. Ik zit dus nu hier op bed. Het is nu ongeveer 10:15 zondag. En ik ben de vlog die jullie nu zien, ben ik aan het editen. En ondertussen ben ik Jordy's voor aan het kijken. Super vet. Ik ben wel heel blij dat er stukjes in zitten van Monica, Linda en Laura en Alfredo. Daar ben ik echt super blij mee. Want dat zijn wel mijn favoriete YouTubers eigenlijk. Ook. Ja, het is nu... Eigenlijk ben ik al 2 maanden dagelijks aan het vloggen. Maar jullie zien... Ja, voor een lang verhaal... Ik ben nu 2 maanden ben ik weekvlogs aan het doen. Ik ga dus nu Jordy Shore kijken verder. Even de vlog editen. En dan ga ik slapen. En dan zie ik jullie volgende week maandag weer. Oh ja, woensdag komt er dus voor jullie overmorgen... komt er een bonus video online. Van die ik op heb genomen bij Viet. En dat is eigenlijk een samenwerking. Een soort van samenwerking met Kookfris Chicks.
Coke, Fris Chicks of zo. Dan kon je dan, als je de leukste video maakt, kon jij winnen. En dan heb je een gasrol. Dus ik ga nu mijn telefoontje wegleggen en afsluiten. Ik bedank jullie voor het kijken. Vergeet die dikke duim omhoog niet te doen. En dan zie ik jullie maandag weer. Tot maandag. Tot volgende week. Doei doei, guys.